Hallo iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik zien in een heel erg feestelijke look. Een beetje een bohemian festival look. En deze is het geworden. Deze bloemetjeskrans die heb ik van de H&M. Mijn lipstick die is helemaal bijpassend in het paars. En dan heb ik mijn ogen ook zo in het mauve prun aubergine gedaan. Een klein beetje highlight in het midden van mijn oogleden. En zeker in mijn ooghoekjes. Die kun je perfect bereiken met de Makeup Geek Foiled Eyeshadows. Omdat deze heel veel glans en heel veel pigment afgeven. Als jullie benieuwd zijn hoe ik deze look heb gemaakt, kijk dan verder naar mijn tutorial. Want ik doe alles stap voor stap voor. En ik zeg je welke producten ik heb gebruikt. Voilà, ik heb mijn foundation en al een beetje concealer aangebracht. Dus ik ga nu verder en ik ga er nog een iets meer highlightende concealer bij aanbrengen. Deze is veel dunner van textuur. Zal minder dekken, maar wel meer highlight geven. Mijn concealer die ga ik heel erg goed vastzetten met een doorschijnend poeder, zodat hij niet in de lijntjes kruipt. En ik heb terug mijn favoriete productje van Hourglass, deze poeder. Deze is in de kleur Dim Light, een heel natuurlijke kleur, om je volledige gelaat af te poederen. Dit is poeder, dus het zet je make-up heel erg goed vast, maar het geeft toch een heel erg mooie glans. Mijn nieuwe contourkleuren van Makeup Geek die heb ik ook nog niet gebruikt in een tutorial, dus die ga ik nu gebruiken. Ik ga de lichtste kleur gebruiken. Deze kleur noem ik Breakup en is de Cool Porcelain kleur. Kleur voor een lichte, koele huid. Als blush ga ik deze nieuwe van NYX gebruiken. Dit is de Baked Blush Illuminator en Bronzer in elkaar. En deze is in de kleur 11 Chiffon. Mijn wenkbrauwen die ga ik vandaag heel erg zachtjes bijkleuren. Gewoon met een wenkbrauwpotlood. Vandaag gebruik ik deze Make-up Studio ook schaduw in de kleur Pearly Plum. Dan ga ik deze Makeup Geek Foiled Eyeshadow gebruiken in de kleur Mesmerized. En helemaal in het midden van mijn ooglid ga ik deze kleur Grandstand erover doen.
In mijn ooghoekjes ga ik het iets feller maken met de kleur Highwire. Dan ga ik dit ook afwerken met eyeliner en heel veel mascara. Op mijn lippen ga ik een paarse kleur doen. Deze is van Dior en is de Mauve Mystère. En een klein beetje highlighter. Deze is van NYX, is een Mosaic Powder. Voilà, dit is de afgewerkte look. Als jullie mijn make-up video's leuk vinden, abonneer dan op mijn kanaal. Dan zien jullie in de toekomst al mijn volgende video's verschijnen. Of geef mij een thumbs up dat je deze video leuk vindt. En geef een comment onderaan. En dan zie ik jullie in mijn volgende video terug. Tot later!